Een ander belangrijk ding wat ik met Wiebe de Boer wil bespreken is de komst van minister van Justitie Ivo Opstelten, 9 juli. Het is ook heel bijzonder dat zo'n autoriteit, zo'n topper hier naar Bunschoten komt. Wiebe, ben je trots dat Ivo Opstelten naar Bunschoten komt? Ja, dat is natuurlijk wel een naam die we hier naartoe hebben kunnen krijgen. Ja. Hoe werkt dat nou? Ben je hem op, zeg Ivo, kom eens langs? Nou, je kunt een, zeg maar een verlanglijstje indienen. Dus dan geef je aan naar Den Haag toe van we willen een aantal evenementen organiseren. Daar zouden we deze mensen bij willen hebben. Deze keer is het anders gegaan. Zoals je weet, misschien heeft Els een prijs gewonnen van de landelijke VVD. En dat is een coach, dat is mijn vrouw. Dus we hebben een coach toegewezen gekregen. En Els mocht daarvoor naar Den Haag. Ik mocht mee. Dus dan zit je met die coach aan tafel tussen allemaal Tweede Kamerleden. En dan heb je dus een kruiwagen. Dus je gaat hem advies vragen om, ja, we gaan aan de campagne beginnen. Wat moeten we doen? En hij geeft aan, je moet gewoon nog voor de vakantie een evenement organiseren. Okay. Nou, wat zou je dan willen organiseren? Dus dan noem je een aantal thema's. Ja, en dan loopt zo'n man even de gang op. En dan gaan er, poppetjes schuiven. En dan krijg je dit voor elkaar. Ja, in de wandelgangen. Maar goed, volgens mij woont u ook in de buurt van Utrecht. Ik zou het echt niet weten. Nee. Wat ook zei. Hij komt 9 juli hier naartoe. Je hebt gekozen voor het thema veiligheid in en rond het pand. Dat moet hem natuurlijk aanspreken. Ja, het is natuurlijk de minister van Veiligheid en Justitie. Ja. Dus je zoekt ook een onderwerp wat daarbij hoort. En dat is hier best wel actueel. Omdat het aantal inbraken bijvoorbeeld is echt enorm gestegen het afgelopen jaar. En dus daar is wel goed om even te kijken. Ja, wat zijn de landelijke kaders? Burgemeester van de Groep komt ook om te praten over wat betekent dat nou lokaal, wat speelt er lokaal. Ja. De wijkagenten zijn uitgenodigd. Okay. En dus dan hebben we iedereen bij elkaar. Okay. En dan komt er een oplossing dan? Of is het meer een debat en een conclusie en we doen een plas en alles bleef zoals het was? Nou, de bedoeling is natuurlijk dat er een debat komt. En daar gaan wij weer punten uit pakken die we meenemen in ons verkiezingsprogramma. Is het niet erg vroeg om nu al te praten over een campagnebijeenkomst? Nou, het schrijven van een verkiezingsprogramma, dat kost veel tijd. Ja. En dus je moet al vroeg beginnen met je input verzamelen. En als je kijkt, zoals de VVD de campagne op dit moment op wil bouwen. Ja, we willen niet alles verschuiven naar het laatst. We willen dat spreiden. En over een wat langere termijn wat aandacht genereren. Je hebt al eens een aantal toppers gehad. In een ander kort verleden kwam Mark Rutte hier ook nog wel. Ja, nog voordat hij minister-president was, zijn we met hem op werkbezoek geweest. Dat lukt niet zo makkelijk. Alhoewel we nu proberen om hem de opening van de visbeurs te laten verzorgen. Nou, daar wordt aan gewerkt. Dat is ook niet verkeerd. Goed, dus dat wordt interessant. 9 juli, aanstaande dinsdag. Als het wordt uitgezonden is het al vanavond. Om 19:30 is de zaal open. Om 20:00 spreekt de minister. Moet hij trouwens op tijd weer weg? Is het een binnenkomen, vliegen en weer weg? We hebben hem in totaal 1,5 uur. We houden de deur even dicht, zodat hij niet kan ontsnappen. Zodat we ook nog ruim tijd hebben voor het debat. Oké, een hoogtepunt toch wel voor plaatselijke VVD. Dit was Praatje Politiek met Wiebe de Boer. Graag tot een andere keer. Dag.